horen, vond ik uiterst ingewikkeld, maar het was een onverstandige uitspraak. En als tweede heb ik in diezelfde interviews gezegd dat ik in mijn gesprek met de verkenners niet over Pieter Omtzigt heb gesproken. Mevrouw Jorritsma van VVD Huizen, die is ook actief op pad gegaan om te gaan kijken of er misschien niet iets leuks voor Pieter Omtzigt is te regelen. Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Omtzigt is gegaan. En dat is de waarheid, mevrouw Marijnissen. Ik heb mij dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. May I have your attention, please? Mevrouw Marijnissen. Voorzitter, ongelooflijk. De eerste vraag als je binnenstapt bij de verkenners is: wat is uw duiding van de uitslag? En in het VVD-verslag, dus het gesprek van Mark Rutte, staat als eerste punt bij duiding van de uitslag de naam van Pieter Omtzigt. Precies die naam waarvan de minister-president nu al bijna een week volhoudt dat hij daar niet over heeft gesproken. Het is notabene het eerste waarschijnlijk wat u heeft opgebracht in dat gesprek. Voorzitter, ik heb niet gelogen. Het blijkt, als je het verslag ziet, dat het wel over Omtzigt is gegaan. Maar wat ik net heb gezegd, is naar eer en geweten. Mevrouw Marijnissen. Hoe denkt deze minister-president nog geloofwaardig door te kunnen? De heer Rutte. Ik heb niet gelogen. Ik haal dat nog een keer ook in de richting van mevrouw Ploemen. Ik heb niet gelogen. Maken met de discussie die afgelopen week is ontstaan over Omtzigt, functie elders. Dan praten we toch niet over het kabinet, neem ik aan. De heer Wilders. Ja, voorzitter, heel Nederland weet inmiddels dat de heer Rutte het woord de waarheid waarschijnlijk niet eens kan spellen. Hij heeft de boel voor de gek gehouden. Hij heeft Nederland voorgelogen. En nu snap ik ook waarom hij vorige week bij de NOS, toen hij de vraag kreeg: meneer Rutte, heeft u over Omtzigt gesproken? Nee. En daarna moet er verantwoording over afkomen. Nee, geen verantwoording. Hij wist natuurlijk dat hij tegen de lamp zou lopen als er een debat zou komen. En toen we hier gisteren zaten te vergaderen en hij u alle pogingen heeft gedaan om het allemaal smoezen te proberen ook de stukken niet naar de Kamer te krijgen. U wist dat u tegen de lamp zou lopen, meneer Rutte. U bent een geboren leugenaar. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Ik sta hier, meneer Wilders, de waarheid te vertellen. Ik sta hier niet te liegen. Dit is de waarheid. Dus ik heb twee vragen. Is de heer Rutte vanochtend naar het verkenningskantoor gegaan om die mails te lezen, of heeft hij op een andere manier kennis genomen daarvan? De heer Rutte. Nee, voorzitter, ik ben niet vanmorgen naar het verkenningsbureau gegaan. Ik hoorde vanmorgen om 7:30 via niet wat er verder in de stukken stond, maar specifiek over Omtzigt dat er zo in stond, om 7:30 vanmorgen. Dit begrijp ik niet helemaal. Dus, kunt u de heer Baudet iets specifieker zijn? Hoe dit nou gegaan is, vanochtend om 7:30 via, heeft u uw eigen gespreksnotities toen toegestuurd gekregen? Nee, niets toegestuurd gekregen. Ik hoorde om 7:30 vanmorgen via, ik kan die bron niet onthullen, dat is vertrouwelijk. Ik geef de heer Baudet oprecht antwoord. Ik hoorde vanmorgen om 7:30 via, dat in die notities stond Omtzigt minister. Dat hoorde ik vanmorgen om 7:30. De heer Baudet. Terug. Volgens mij is dit hele debat is gebaseerd op het idee dat wij vanochtend tussen 9 en 10 allemaal als Kamerleden. En in dit debat is Rutte ook een Kamerlid. Hè? Hij staat hier niet als minister-president, staat hier als Kamerlid. Tussen 9 en 10 mochten wij zien wat er aan verslagen waren van die gesprekken. En dat is allemaal voor ons allemaal hetzelfde geweest. En nu horen wij dat hij om 7:30 vanochtend via. Ja. Dus wat gebeurt er dan? Een belletje of een sms'je? Kan ik je niet zeggen, dat is vertrouwelijk, maar ik heb vanmorgen om 7:30 gehoord. Ja, vertrouwelijk. Dat er wel over Pieter Omtzigt was. Maar van wie dan? Ik wil toch Baudet, even. Tot slot, meneer Baudet, u heeft een punt van orde. Wat is het punt van orde dat u wil voorstellen? Ja, dat laat ik aan de heer Klaver om dat te formuleren. Voorzitter? De heer Klaver. Dank u niet wel, meneer Baudet. Dit belooft veel voor de komende periode. Ik zou het volgende willen voorstellen.
We geven de heer Rutte, stellen we nogmaals de vraag, en hij heeft de mogelijkheid om te antwoorden wat via via betekent. Zo niet, dan schorsen we dit debat en dan halen we het hele kantoor van de verkenner overhoop. Want ik wil nu weten waar deze informatie vandaan komt. Ja, voorzitter, dan moeten we schorsen. Dan moeten we schorsen, want ik moet daarvoor een bronprijs geven en dat vind ik ingewikkeld. Bada bap, boom, pow. Oh!